Nooit eerder hechten we zoveel belang aan de zorg en bescherming voor de gezondheid van de mensen rondom ons. Het is belangrijker dan ooit om onze binnenruimtes virusvrij te houden. Hoe biedt u op een efficiënte en gebruiksvriendelijke manier uw medewerkers en bezoekers een veilige omgeving aan? Met ons toestel, de CRM Fog, bieden wij de totaaloplossing voor uw probleem. Onze fogger vernevelt droge, onzichtbare, desinfecterende mest in de ruimte en vernietigt op deze manier alle micro-organismen van schimmels, bacteriën tot virussen, tot zelfs COVID-19. En dit zowel in de lucht als op alle oppervlakten. De fogger zou voor ons een zeer efficiënte manier zijn om onze ruimte te ontsmetten en op deze manier onze klanten te kunnen ontvangen in een zeer veilige omgeving. Wij hopen dat we door technologische innovaties zoals deze fogger snel terug kunnen openen en daardoor ook samen een steentje kunnen bijdragen aan de strijd tegen COVID-19. Die fogger zou voor ons wel een grote help zijn. Waarom? Eén, de last van desinfecteren valt voor ons weg. En ook zo'n toestel hier aanwezig hebben, dat heeft ook een bepaald gevoel van veiligheid. Door deze slimme vernevelaar wordt niet alleen de lucht gedesinfecteerd, maar ook alle andere oppervlakten, zoals kasten, stoelen, tafels, handvaten en dit tot in de kleinste details. Dankzij CRM Fog hebben wij een nieuwe hoop gekregen. Naast het gebruik van de beste, effectieve en gecertificeerde stof, de zogenaamde biocide, gaat onze CRM Fog op een intelligente wijze te werk. Namelijk door gebruik te maken van elektronica en software. Niet alleen om een oplossing te zijn voor de huidige problematiek, namelijk COVID-19, maar ook voor de toekomst. Onze fogger wordt al gebruikt in de horeca, woonzorgcentra, maar kan ook gebruikt worden in sport- en culturele centra, in alle mogelijke bedrijfsruimten en in feite overal. De CRM Fog is dé tijdloze oplossing die op een veilige en gebruiksvriendelijke manier zorgt voor de gezondheid van uw werknemers en de bezoekers. Dankzij deze intelligente technologie is er hoop. Nu en in de toekomst.